Yo, what up gasten? Ik ga even heel snel zeggen voordat je deze video gaat bekijken dat in de rechter onderhoek van deze video de alle irritaties staan die ik aan het uitbeelden ben. Dat is best belangrijk, want dit is Habbo Hotel in het echte leven. Veel kijkplezier. Oh, kijk eens aan. Geen Hives, Amazon of wat dan ook. Gewoon mijn eigen mooie kamer. Prachtig. Welkom jongeman op Habbo Hotel. Wat? Habbo Hotel? Jazeker, hier maak je vrienden, doe je mee en... val jij op? Ja, maar ik ben 19. Is het wel legaal om met zoveel minderjarigen te chillen op het internet? Doe niet zo gek, jij mallert. Iedereen hier is 16 jaar of ouder. En anders hebben hun ouders al een keer toestemming gegeven. Wacht even, jij denkt serieus dat werkt? Dat kinderen gewoon niet hun eigen leeftijd gaan vervalsen, zodat ze alsnog op Habbo Hotel kunnen komen? Nou, eigenlijk niet. Maar het staat wel leuk. Ongelooflijk. Hallo, wat een leuke meubels heb jij hier allemaal staan, zeg. Zo, kijk eens aan, jongen. Je allereerste bezoeker staat daar gewoon. Je kan gewoon met hem of haar praten. Oh, thanks man. Rot nu maar op alsjeblieft. Jij bent grappig. Heb je gratis meubels voor mij? Jij bent echt een dief, Bobba. Ho ho, taalgebruik, jongeman. Hoezo? Nou, anders zou ik je moeten blokkeren van Habbo Hotel. En wat als ik dan doorga met schelden? Nou, dan word je verbannen. En wat als ik daarna een nieuwe account aanmaak en doorga met schelden? Nou kijk, dan word je weer geband, want het is zo dat... ik zou nu graag gratis meubels willen. Weet je, ik mag jou nu al niet meer. Betekent dat dat jij me meubels geeft? Bobba, Bobba. Jongeman, taalgebruik. Hallootjes. Hoi. Hoi, heb jij anders voor mij gratis meubels? Hou gewoon je bol bij, ja? Jongeman, let alsjeblieft op je taalgebruik. Ik weet het, ik moet op mijn taalgebruik letten in dit Bobba Hotel. Hou erover op. Godallemachtig. Sorry schat, maar herken je mij niet meer? Nee, sorry, je komt me niet bekend voor. Maakt niet uit schat, ik ben het, Mr. Vek van MSN en Hives. Maar zo zie je er helemaal niet uit, in het echte leven ben je een Bobba. Taalgebruik. Ik wou alleen maar zeggen dat hij in het echte leven een homoseksueel is. Dat is toch helemaal niet... wat is dit? Dat is een vriendenverzoek. Wacht even, je spreekt in Habbo Hotel af om vrienden met elkaar te zijn? Nou kijk, hier in Habbo Hotel is alles mogelijk. Alleen ik heb zojuist een oproep gekregen, dus ik moet er wel even vandoor. Hoe bedoel je? Ik moet weer een 11-jarig jongetje verbannen die een meisje aan het verkrachten is in de lobby omdat hij aan het praten is met sterretjes. Het hoort nou eenmaal bij mijn baan. Ik dacht dat iedereen die 16 jaar of ouder was. Doei! Mag ik nu gratis meubels? Nee, rot gewoon op, nu! Je kan toch ook gewoon bellen met de telefoon van je ouders? Hoe bedoel je, dat mag toch helemaal niet? Hey, sorry schat, maar wie zegt dat je ouders het moeten weten? Wow, wat een goed idee is dit! Ik ga direct bellen. Bedankt voor het bellen naar de Habbo Credits bestellijn. Wij waarderen het echt heel erg dat jij je echte geld in gaat ruilen voor nepgeld. Ben je weer een sekslijn aan het bellen? Nee pap, ik ben de Habbo Credits bestellijn aan het bellen. Echt waar, nou weet je wat? Dan ben jij gewoon mijn zoon niet meer. Zo, dat is één bord minder aan tafel. Oh, nou ja, die is dus nu offline. Als het aan mij ligt, houden we dat zo. Maar Bert, ik wist niet dat jij ook op Habbo Hotel zat. Ik speel het al sinds de opening in 2000 zoveel. Serieus, dat is zo superleuk. Doe je ook mee in alle Habbo games? Ja, met name het racespel speel ik heel veel. Wat is dat dan? Dat is zo leuk. Het is een spel waarbij je vanaf je stoel naar de muur moet rennen en weer terug. En dat is leuk of... dat is echt super, want er zijn heel veel spelletjes in Habbo Hotel. Je kan bijvoorbeeld op een skippiebal zitten. Super vet. Spelen jullie ook op verzoek of... af en toe. Wat dan? Serieus? We gaan allebei even buiten spelen. Laat mij je met rust. Wel nee gekkie, de buitenplaats is gesloten. Heb je überhaupt wel ooit een relatie gehad of zo? Maar natuurlijk heb ik dat. Ik heb echt super vaak Habbo verkering. Hoe zielig het ook is, ga er alsjeblieft daarheen en laat mij dan met rust. Nee dank je. Maak me hier ook wel hoor. Nou ja, dan ga ik wel weg. Niet lullig bedoeld of zo, maar hij is wel een van de rijkste Habbo's. Wow, een van de rijkste? Nee, ik ben echt jaloers. Ik bedoel, daar heeft hij dus echt al zijn echte geld gegeven voor allemaal nepgeld. Wow, dat wil ik ook. Jazeker, hij heeft zelfs een kamer vol grasperkjes. Dus... dat is een van de meest zeldzame items. Maar buiten is gewoon gratis gras, hè? Ja, maar hier op Habbo Hotel zijn er altijd... zo, die kickknop is toch nog ergens handig voor. Eindelijk weer rust hier. Sorry jongeman, maar het hotel gaat zo meteen sluiten. Maar het is internet, dat is toch altijd aan? Nou kijk, hier op Habbo Hotel is het altijd... ja, godver de Bobba! Panjo!
Yo, what up gasten? Voor de mensen die het zich af gaan vragen, Bardolf zat er inderdaad niet in. Dat is eigenlijk omdat ik een script had geschreven waarbij Bardolf buiten staat. Alleen de laatste tijd is er veel te veel mis, dus Bardolf kan niet buiten staan. Daarnaast zit hier ook nog heel dicht bij een bejaardenflat, wat ik was vergeten. En die oudjes zullen de schrik van hun leven krijgen als ik er sta als arbeiter. Maar goed jongens, deel deze video met al je vrienden. Via Hives, MSN, Hotmail, Facebook, YouTube. Dit is YouTube, maakt niet uit, we gaan gewoon verder. MySpace is dood. Delen met name via Habbo Hotel of via MSN. Maar het gaat erom dat je deze video doorstuurt naar iedereen die Habbo Hotel heeft gespeeld of aan het spelen is. Zodat iedereen een keer snapt hoe Habbo Hotel echt is. Omdat de Pokémon postkaarten nog altijd kwijt zijn, geef ik vandaag een lolly weg. En wat moet je dan doen voor die lolly, hoort je denken? Allereerst moet je geabonneerd zijn op mij. Dat kan je hier zo boven doen. Gewoon even op abonneren klikken. En deze video toevoegen aan je favorieten. Je klikt op toevoegen aan en dan op favorieten. En dan maak jij kans op een van de 5 lollies. Ja, check ook de beschrijving voor mijn Twitter en mijn Hives. Via Twitter ga ik zeggen wanneer ik op Habbo Hotel ben. En dan gaan wij ervoor zorgen dat wij de populairste Habbo's worden van Habbo Hotel. Maar nogmaals, deel deze video. Voeg hem toe in je favorieten. Abonneer op mijn kanaal hierboven. De video's rechts van mij zijn klikbaar. Daar staat ook Hives en MSN in het echte leven. En gasten, dan check ik jullie later.